Ik denk dat Souvenir is vooral een emotionele film. Het gaat heel erg over gevoelens. Het is een beetje een rollercoaster van gevoelens. Het gaat van je mag lachen, je mag huilen, je mag stilletjes kniffelen. Er zitten heel veel gevoelens in. En dus het is niet een typische romantische komedie, maar het is zeker een film die gaat over romantiek met een vleugje humor. Zo zou ik het zeggen. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be. Cinevox.